Ik sta hier op de Vijzelstraat bij een voormalig bankgebouw. Hier is al enige tijd een expositie bezig over het pad Stoelenparadijs. Champion Idee is wel benieuwd, dus we gaan een kijkje nemen. Ik sta hier naast Willem Veldhoven. Willem is directeur van expositieruimte MediaMatic. Waarom deze expositie, het Paddenstoelenparadijs? Ja, omdat wij dol zijn op paddenstoelen. Vooral ook omdat we denken dat we heel veel willen leren over paddenstoelen. Dus we willen leren werken met paddenstoelen hier. Kijk, eigenlijk zijn we een kunstinstelling. Dat betekent dat we ons bezighouden met wat je met nieuwe technologieën kunt doen in de maatschappij en in de kunst. Heel vaak gaat het over nieuwe mediatechnologieën. Maar wij zien paddenstoelen ook als nieuwe technologie, een landbouwtechnologie. En de kern van ons paddenstoelenprogramma gaat niet zozeer over de eetbare paddenstoel, maar over de zwamvlok, dus over de wortels van de paddenstoel, zeg maar. Ja. Het mycelium, dat wat onder de grond zit of in het hout zit waar de paddenstoel op groeien en waar je allerlei dingen mee kunt maken. En dat is nieuw. En om dat te leren, moeten we leren met paddenstoelen werken. En daar gaat deze tentoonstelling over. Dus je ziet zowel de schoonheid van de paddenstoelen zoals je hier ziet. Hè, dat zijn schimmels die gefotografeerd zijn. Dan zie je hoe prachtig al die kleuren en patronen zijn. Maar het gaat ook over interactieve projecten met paddenstoelen, over nieuwe soorten paddenstoelen kweken. We hebben een speciale workshopruimte waar mensen zelf kunnen leren paddenstoelen kweken. En het is eigenlijk allemaal omdat we paddenstoelen vinden wij onderbelicht. Iedereen heeft thuis wel kamerplanten en heel veel mensen hebben huisdieren. Maar heel weinig mensen hebben paddenstoelen thuis. En dat terwijl paddenstoelen heel belangrijk zijn in de natuur. Planten kunnen niet groeien zonder paddenstoelen, zonder zwammen in de grond. De hele kringloop van de natuur die werkt eigenlijk zonder die zwammen niet goed. Er zijn ook meer soorten zwammen in de wereld dan soorten planten. Ja. Dus we weten er eigenlijk te weinig van. Dus u wilt eigenlijk de boodschap die u uit wilt dragen is om mensen meer bekend te maken met het fenomeen en meer informatie te verschaffen. Ja, de boodschap is paddenstoelen zijn veel interessanter dan je denkt. Ze zijn niet alleen maar lekker om op te eten, maar je kunt er veel meer mee. Je kan er ook medicijnen mee maken. Je kan er de grond mee reinigen. Je kan er nieuwe materialen mee maken. En met name daarin zijn wij ook heel erg geïnteresseerd, omdat we vormgevers zijn en kunstenaars. Ja. En dat gebruik van de zwam en in combinatie met landbouwafval om nieuwe materialen te maken. En dat vinden we helemaal spannend. Dat we zoals het ware je eigen stoel kunt gaan groeien straks in plaats van uit een boom zagen. Er liggen dus nog heel veel mogelijkheden. Ja, dat beginnen we nu net maar te verkennen. Daar zijn we de komende jaren mee bezig. En dit is voor ons dus ook alleen maar de eerste kennismaking. Ja. En iedereen kan komen om mee te komen kijken en kennis te maken. En zijn er al veel bezoekers? Hoe loopt dat? Ja, er zijn al heel veel bezoekers geweest, duizenden. Wanneer het vooral druk is als er speciale activiteiten zijn. Met workshops of voorstellingen of presentaties. Daarvoor kan je op onze website kijken wanneer die zijn. Dus mediamatic.net. En daar staat de agenda van onze activiteiten. Dus daar kan je ook zien wanneer de volgende paddenstoelen workshops zijn. Want waarom moeten mensen nu hierheen komen? Nou, ja, ze moeten hierheen komen omdat er een aantal heel mooie dingen te zien zijn. Omdat je hier kunt zien hoe paddenstoelen groeien. We hebben een eigen kwekerijtje waarin je 6 verschillende soorten eetbare paddenstoelen kunt zien groeien vanaf het eerste groeistadium tot de oogst. Je ziet kunstwerken die over paddenstoelen gaan en over schimmels gaan. Je ziet hoe zo'n laboratorium eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om te maken. Je kunt meedoen aan zelf paddenstoelen kweken. En dat is ook veel makkelijker dan je denkt als je eenmaal snapt wat je aan het doen bent. Er zijn filmpjes te zien die over paddenstoelen gaan. Je kunt zelfs computergames spelen die over paddenstoelen gaat. Dit is een kunstproject. Het is een jonge ontwerper die in 2011 is afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. En die is zich gaan richten op de vraag van de vertering van ons lichaam. Dus, we hebben nu een aantal manieren van uitvaartverzorging. Dat is begraven, verbranden zijn de belangrijkste, dus crematie. En die zijn allebei enigszins milieubelastend.
En wat hij heeft gezegd is, ja, maar kan je dat dan niet verbeteren, dat proces? Door precies de goede soort paddenstoelen toe te voegen aan het lichaam bij de begrafenis. En hij heeft een paddenstoelensoorten geprobeerd. En dit is eigenlijk een demonstratieopstelling waarbij hij een lijkwade maakt van vilt. En daaronder een laag van die paddenstoelen heeft. En dat dan over het lichaam heen legt. En dan de vertering van het lichaam bevordert, zodat er sneller je lichaam teruggegeven wordt aan de aarde en het weer meedoet in de kringloop van alles.